bij Let's Talk B2B. 25 vakgenoten op het gebied van B2B Digital praten over relevante onderwerpen. Vandaag de klant. Te gast bij Ansu Wanda, de grootste orchideeënkweker van Europa. En ook klant van B2B-member Royal Brinkman. Hoe goed ken jij je klant eigenlijk? Wat vinden ze belangrijk? Hoe kom je aan customer feedback? En hoe betrek je je klant bij innovatie? Let's Talk B2B. We maken er een eigen merk van, Plantea. Ed, kun je mij vertellen wat goede dienstverlening voor jou betekent, voor jullie? Goede dienstverlening begint voor mij bij een langdurige relatie. Brinkman is ook zo'n relatie waar ik al heel lang zaken mee doe. En sinds de implementatie van de webshop doen we eigenlijk niet anders meer als bestellen in de webshop. Ja, dat is een stuk makkelijker. De service en de snelheid waarmee Brinkman levert. Het is vaak 's middags bestellen en 's ochtends al leveren. En dat is voor een tuinbouwleverancier wel heel snel. En sommige kennis is nog niet in de shop te verkrijgen. En de accountmanager verwijst je dan naar de expert binnen Brinkman die wel alle expertise heeft. Rob, hoe zorg je ervoor dat jullie klanten begrijpen? We steken heel veel tijd en energie om de klant te begrijpen. En we gaan letterlijk naar de klant toe om met ze te bespreken waar ze behoefte aan hebben. Dat doen we op verschillende manieren. Iedereen uit het online team gaat regelmatig naar klanten toe en in gesprek met de klant om te kijken waar ze behoefte aan hebben. En anderzijds gebruiken we een aantal tools en kijken we naar de data om vanuit die kant te kijken wat er beter kan. Het zorgt dat we de juiste dingen doen. Als je naar online kijkt zijn er heel veel kansen, heel veel ideeën. Maar juist door in gesprek te gaan met de klant kunnen we de juiste dingen in de juiste volgorde ontwikkelen. We hebben een uitdaging om dat internationaal ook nog meer te doen. Dus ook daar zullen we meer de klant op moeten zoeken. En we hebben heel veel collega's intern die ook onwijs veel kennis hebben over de klant. Specialisten, accountmanagers en ook die gaan we er nog veel meer bij betrekken. Onze sales teams, maar ook specialisten hebben heel veel kennis over de klant. En wij hebben wat meer kennis van het digitale vlak en door die bij elkaar te brengen kunnen we ook weer de juiste dingen ontwikkelen. Marieke, wat heb jij, welke inzichten wil je graag met ons delen wat je vandaag geleerd hebt over klantfeedback? Nou, ik denk wat vandaag vooral echt aan bod kwam, is dat het gewoon onwijs belangrijk is om als organisatie tijd vrij te maken om klantfeedback op te halen. Je kan al simpel starten door een aantal klanten uit te nodigen en gewoon met ze in gesprek te gaan wat ze bijvoorbeeld van je webshop of website vinden. Daarnaast hebben we ook uitgebreid besproken dat het goed is om mensen vanuit meerdere disciplines in je organisatie hierbij te betrekken. Zodat ook binnen de hele organisatie gaat leven hoe belangrijk klantfeedback is. En daarnaast toch ook dat je de klant terugkoppelt wat je met die feedback gedaan hebt. Zodat ze ook de volgende keer weer willen meewerken aan je klantonderzoek. Als je bijvoorbeeld 5 klanten uitnodigt, dat je ontzettend veel inzichten kunt ophalen. Die je daarna verder met data kunt valideren. Dank Ansu Wanda en Royal Brinkman voor jullie gastvrijheid en inzichten vandaag. Wil je meer video's zien over B2B en Digital? Abonneer je dan op ons YouTube-kanaal B2B Digital Commerce of word lid van de LinkedIn-groep B2B Digital Commerce.